moet ik even denken aan dat liedje van Wim Sonneveld, de tuinpad van mijn vader. Dat heeft altijd iedereen goede herinneringen aan als je dat liedje hoort. En dan denk ik ook, ja, dat was toch niet verkeerd vroeger. Dat beeld. Dus ik vind dat zelf ook een heel mooi liedje. En dat weemoed naar toen, dat heeft bijna iedereen. Dat klinkt een klein beetje in het verhaal, maar dat was het niet voor. Dat is een misverstand, maar het heeft er wel mee te maken. Want een schaalvergroting roept altijd, bijna altijd, negatieve reacties op. Of het nou in het onderwijs is, openbaar bestuur, of het in ziekenhuizen is, of in de fusies van kerken, weet ik veel van parochies. Waar dan ook, schaalvergroting heeft altijd heel vaak een negatieve klank. En dat komt omdat het natuurlijk afstand creëert. Dus het gaat verder van je weg, het gaat verder naar het onbekende. En weg van het bekende. En ja, dat is dus, dan krijg je negatieve gevoelens door de bank genomen. En op zich is dat wel opmerkelijk, want we kennen in Nederland natuurlijk al heel lang een voortdurend proces van schaalvergroting. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de EGKS, de meesten weten niet meer wat dat betekent. De Europese Gemeenschap van Koning en Staat. Oh ja. Maar jongeren weten dat niet. Die hebben het over Europa. In Brussel. Hè? En dan is dat bijna heel Europa. Dat bedoel ik met, het begon met 6 landen, om het maar aan te geven. En het ging over kolen en staal. Ja? Nou, om dat maar aan te geven. Ja, dat is heel Europa geworden. Dus schaalvergroting, wat heb ik met jou daar? Daar zijn we ook niet heel erg tevreden mee. Oh, dat weet ik niet. De meeste vlak betreffen wel. Dus niet be. Ik praat dus niet, u zei be. Maar een heleboel mensen zijn er wel tevreden mee. Want het heeft ook heel veel verbeteringen gebracht. Maar ook een heleboel dingen die misschien nadelig zijn. Ik sluit dat niet uit. Maar die schaalvergroting zien we dus zelf met zo'n EGKS. Of je ziet het met bedrijven als Philips, of Shell, of Unilever. Die gaan zelfs buiten Europa, die gaan over de hele wereld. Dat wordt mondiaal. Komen we allemaal tegen. Werken we allemaal aan mee. Maar Nederland, mensen die er zitten, doen daar vol aan mee. Die expansie bij die bedrijven zien we dus ook elke dag. En als ze het niet doen, dan gaan ze eraan. Als ze niet mee kunnen komen, sommige van die bedrijven, dan lukt het niet. Die zitten nou in de vliegtuigwereld. Vandaag weer een bericht dat Air France 3000 mensen moet ontslaan. U hoort het goed, hè? 3000. Op de 5000 die in het begin van het jaar zijn aangekomen. Van de grootste takken, niet de KLM nog meer. Die KLM komt dus alleen niet meer. Let op, daar heb je het, precies. Die KLM komt alleen absoluut niet meer. Dat kun je zien. Ik herinner me de discussies in de Tweede Kamer over Fokker dat weg moest. Er was toch het oranje gevoel dat toen nog komt. Dat is toch, ja, want het Fokker verdwijnt. Ja, maar Fokker is er niet meer. Kom niet veel weer terug, hè? Ja. Ja. Dat tuinpad van mijn vader ook. Met andere woorden, of je het nou leuk vindt of niet leuk vindt, die dingen gebeuren soms. En iedereen kijkt met weemoed naar Fokker, want dat was een mooi bedrijf. Maar het kon niet meer bestaan op dit moment. En zo zijn er dus heel veel van die dingen in de wereld die gebeuren. Met andere woorden, schaalvergroting heeft een negatieve klank, daar begon ik mee. Maar we komen het dus overal tegen. Ja, en we zitten er dus ook allemaal middenin. Is dat omdat overal gebeurt, de vraag was van hoe waarderen we het? En het feit dat u gewoon op zich beschrijft overal gebeurt, is nog niet een antwoord op de vraag of het positief negatief kunnen waarderen. Nee, maar ik val ik nog. Ik heb wel een heel eigen opvatting over schaalvergroting. Ik ben alleen maar aan het zeggen dat ik zei dingen die ik constateer, die niet helemaal vreemd zijn. Iedereen herkent zo'n beetje wel wat ik zeg, zonder dat oordeel te geven nog. Ik heb erbij gezegd dat het bij de mensen heel vaak een negatieve klank heeft. Omdat het afstand creëert, verder van je vandaan, minder herkenbaar. Allemaal gegevens. Niet meer. Maar daar moeten we ook niet te moeilijk over doen hoor, want ja, dat wou ik eigenlijk niet zeggen, maar dan zeg ik het toch een beetje uitgedaagd. We kopen toch allemaal die containerschepen die uit China komen leeg voor een paar centen door die mondialisering? Of zijn er toevallig allemaal andere mensen die met de zeeman en de biebraak kopen? Ja, dat zijn allemaal andere mensen. Maar die stroom containers, die loopt elke dag
maar meer en meer en meer. He? Voor die kinderloontjes dat daar gewerkt wordt en noem maar op. We kopen het allemaal af. Dus ook hoort het net zo goed bij de schaalvergroting. Vergis je er niet in. Dat moet je ook goed beseffen. Maar dat is moraal. Dat is weer een heel ander hoofdstuk. Schaalvergroting zou eigenlijk zelden een doel op zichzelf moeten zijn, is mijn opvatting. Want als het een doel op zichzelf is, alleen maar schaalvergroting, kom je heel snel in het beeld van machtspolitiek. Dat wordt in politiek staat dan ook, deed dat ook bij de industrie, hè? In de zaak, hè? Dat is machtspolitiek. En in sommige sectoren zijn ze daar ook helemaal niet vies van die machtspolitiek. Ook in het bedrijfsleven niet, men wil graag de grootste zijn. Men wil er alleen heerser zijn dat het kan. Soms is het goed dat je die bureaucratische anti-mededingingsautoriteiten hebt. Maar voor bureaucratie hoor, maar als je ze niet hebt, zouden sommigen echt de baas zijn en het alleen moet zeggen hebben. Toch wel goed dat er soms een bureaucratisch tegenwicht is. Ik zeg dat wel heel nadrukkelijk, omdat vaak die bureaucratie als slecht gezien wordt. Als je er niet wordt, maakt die ene bedrijf de baas over alles en nog wat. Ja, dus, en sommigen geeft dat een fijn gevoel, die schaalvergroting. Maar er zijn natuurlijk veel betere en andere motieven om over te kunnen gaan naar schaalvergroting. En niet vanuit die machtspolitiek en niet om de grootste of de sterkste te willen zijn, of dat een fijn gevoel geeft. Maar dat je streeft naar schaalvergroting, omdat je iets beter wilt organiseren, dat het beter loopt. Daar is op zich niks mee, mis mee, om iets beter te laten verlopen. Dat is een fatsoenlijk motief. Een nobel streven. Wat is er nog mis mee om iets beter te laten gaan? Dus dat kun je soms bereiken met schaalvergroting. Dat denkt elke kleine zelfstandige winkelier ook vaak. Die met een klein winkeltje begonnen is. Later heeft hij er 2 of 3 en zo groeit het uit. Overal. Zie je ook overal. In Brabant hebben ze veel respect voor de Jumbo. Nou, sommigen begonnen als een klein winkeltje hoor. Maar dat is gewoon uitgegroeid. En men beschouwt het nog steeds als een Brabantse bedrijf eigenlijk. Daar kon je weinig redelijke dingen van. Totdat ze natuurlijk zo groot zijn en overal ook alle buurtzoekers op eten natuurlijk. Ja, daar gaan we toch weer een keer andere kant op. Maar zolang het tegen Albert Heijn ging, was het prima, want dat was toch niet van de Randstad. Nee, gevoelens. Onzin, want ze komen het allemaal met dezelfde winkelier of de grote detailhandelaar in natuurlijk. Dat bedoel, altijd toch wel ook doorheen kunnen prikken. Maar de meeste overheerst dus negatieve beeld van schaalvergroting. Boven de positieve. En die hoofdoorzaak zou wel eens kunnen liggen in het feit dat schaalvergroting ook verandering betekent. Anders doen. Iets anders aanpakken. De verandering naar de weg van het onbekende. Weg van het vertrouwde. Weg van dat tuinpad van mijn vader. En dat betekent dat je dan de omstandigheden wel heel goed moet hebben om voor dat nieuwe support te vinden. Dus dan moet je toch wel heel goed iets hebben. Wil je dat beter vinden dan wat er was? Daar gaat het dus in feite om. Je moet dus een goede motivatie hebben. Om de voorkeur voor schaalvergroting voor elkaar te krijgen. En in die binnenlandse bestuursdiscussie die we hier in Nederland kennen. En ik heb die zelf een aantal jaren meegemaakt. Ik heb een lange periode ook in de Tweede Kamer gezeten. 17 jaar. En met name op het terrein van het binnenlandse bestuur gewerkt. En de afgelopen 10 jaar in de wereld van burgemeesters zijn praktisch aan één stuk in 6 gemeenten burgemeester geweest steeds tijd. Dus dan ken je binnenlands bestuur en die discussie die daar spelen. En er is in Nederland tientallen jaren gediscussieerd over die vormgeving van dat binnenlands bestuur. Hoe kunnen we dat het beste aanpakken? Hoe kunnen we dat doen? Met name rondom de grootstedelijke regio's. 25 provincies, 24, 20, dan zakte het aantal. Stadsprovincies, 7, dan eigenlijk weer 4. Nou, al dat soort discussies vanaf de jaren 60. Ik dacht dat Beerning de eerste minister was die er zo'n beetje mee bezig was. En daarna is dat op één volgende allemaal doorgegaan. Niet één uitgezonderd. Het waren allemaal veranderingsvoorstellen. Om het anders te gaan doen, die nooit de eindstreep bereiken. De enige die er dichtbij was
gekomen tot en met de Tweede Kamer. En toen hij bijna binnen handbereik was, kwam er een referendum in Rotterdam en daar bleef toch maar uit dat men helemaal niets wilde veranderen. Want dat wetsvoorstel leidde tot verandering. De stad zou opgedeeld worden, geloof ik, in 10 zelfstandige gemeenten en de andere gemeenten zouden bij die stadprovincie komen, uit de omliggende gemeenten. En toen kwam daar in de stad Rotterdam een referendum. Wij helemaal niet, wij willen geen schaal verkleinen. Wij willen blijven wat we zijn. Rotterdam, punt. Geen schaal verkleinen. Dus het was een referendum tegen schaal verkleinen. Zo kun je het ook zien. En toen is het niet doorgegaan. En fout. Het was binnen handbereik, dat wetsvoorstel. Veranderen doet dus zeer. Dat zei u dus straks ook. Als mensen weg moeten uit hun huis, hè? Uit een dorp, het is geen voorziening meer. Veranderen doet zeer. En dat doet extra zeer als mensen die willen veranderen het niet kunnen uitleggen of kunnen motiveren. Dan gaat het dus mis. En dan kom ik even ook naar de wezenwetten, naar het regeerakkoord. En hoe gaat het kabinet daar nu om? We hebben een regeerakkoord gekregen, dat is alweer van 2012. En als je daar goed kijkt, dan staat daar een hoofdstuk in, hoofdstuk 13, dat gaat over het bestuur. Nou, dat is natuurlijk 2,5 pagina ronkend taalgebruik, waar dan keurig in staat hoe dat het allemaal beter moet. Dus als je naar de essentie leest, naar het punt van de decentralisatie, dan staat erbij dus een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden, dat vergt mede-overheden die op een passende schaal zijn georganiseerd. Voor de lange termijn hebben we een perspectief van 5 landsdelen, met een gesloten huishouding, en gemeenten van tenminste 100.000 inwoners geloof. Dat staat er. Dat is wel een jaar geleden. Forse tekst. En er staat nog wat over de waterschappen die verdwijnen. En er staat dan dat we aan de slag gaan wat die landdelen betreft met Noord-Holland, Utrecht. Ja, dat gaat goed. Ja, dat gaat zeker goed. Let op. Van de week mocht ik de burgemeester van Noord-Holland toespreken over integriteit. En was ik dus met de commissaris. En wij kennen elkaar goed uit die Rotterdamse discussie. Maar ik voorspel dat dat kansrijker, maar dat komt misschien wel. Kansrijker is dan ik denk. Dat de beeldvorming, soms laten we ook wel beeldvorming verrassen. Ook zo'n meneer Remkes doet dat. Die wil natuurlijk wel wat binnenhalen, van die avond zeggen straks. Maar krijg je dus een voerregio binnen. En dat zou natuurlijk een hoop geld dus dat. Oké. De boodschap was in feite hier, in dat regeerakkoord tegen de tekst, als je dat zo leest, dan is die boodschap in feite heel stevig. En die heeft in Nederland heel veel losgemaakt. En het verwijt was heel vaak, ook op zo'n aanpak, dat is het paard achter de wagen spannen. En dat wordt zo'n 100.000 opgeschreven, een beetje aan de losse pols. Wat is dat maar voor de manier van werken? Er wordt daar, ja, er wordt zomaar een plan gepresenteerd zonder enige samenhang. Dat was het beeld wat in Nederland ontstond na die publicatie op in bestuurlijk Nederland. Niet bij de inwoners verder en niet bij de burgers. Die lezen zonder regeerakkoord niet en die discussie gaat over heel iets anders, de ingrepen in de sociale voorzieningen. Wat betekent het voor mij met mijn pensioen? Dat zijn dingen waar de mensen voor de zorg en de samenleving zich druk over maken, maar ook die bestuurlijke organisatie nog niet echt. De bezwaren tegen dat soort discussies worden meestal geboren, is mijn ervaring, in gemeentehuizen, niet in de huizen van de mensen zelf. Heel vaak was dus de reactie op het beeld van de mensen toen dit naar buiten kwam van bestuurders. Die dames en heren in Den Haag, die weten weer goed wat is voor het land. Nou, dat hoort ook zo. Vind ik. Hè? Ik bedoel, stel dat ze absoluut niet wisten wat goed was voor het land, dan zouden ze dat weer als een verwijt krijgen. Maar het werd ervaren natuurlijk als weten voor ons. En over ons. Op die manier. Maar dat ze het goed weten, dat het toen zou moeten gaan, is heel normaal. Anders kun je er ook wel mee stoppen. Maar zij moeten zich dan wel beseffen dat dan een goede onderbouwing aan de orde moet zijn. Als je geen goede onderbouwing van je boodschap hebt, dan krijg je promotie over dit soort passages. Want in feite staat er helemaal geen onbetrokken woord. Er staat namelijk een eindperspectief op lange termijn van 100.000 inwoners.
maar het is vertaald voor heel veel mensen. Oh, dat kabinet wil gemeente van 100.000 euro niet. Dat is het eindperspectief op lange termijn. Dat staat in de tekst van het regeerakkoord. Nou ja, meestal als je het combineert met het regeerakkoord, dan denk je dat het lange termijnsperspectief maximaal 4 jaar is. Ja. Dan komt het toch erg lang bij. Dus klopt het ook inderdaad dat ze dat niet in één keer kunnen. Maar je komt daar wel op hoor, wat er fout aan geweest is. Maar er staat nergens en er komen nu gemeenten van 100.000 inwoners. Dat kan wel. Op het enige punt waar het hard staat is namelijk de fusie van die 3 provincies. Die staan er hard in genoemd. Ja? De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland worden samen. Punt. Nee, kom aan, waarbij over de positie van de Noord-Oost komt, wat later nog een beslissing van. Maar over die andere valt dus eigenlijk geen beslissing meer, komen wij met een voorstel. Dat is het enige. Niet over die herverdeling. Er staat lange termijn. Maar iedereen vertaalt dat van, oh, dit kabinet wil 100.000 plus gemeenten. Zo heeft iedereen dat vertaald. En dat is natuurlijk dus, dat is niet goed onderbouwd. Want op zich met een lange termijn perspectief en een eindbeeld schetsen is op zich niks mis mee. Als ze dat niet doen, dan zeggen ze, ja, je weet ook niet met je waarom het kabinet. Het kabinet wat je niet weet waar ze heen willen. Nee, dit kabinet geeft aan, daar willen wij heen. Of we daar komen, weet ik niet. En ik vind dat je dat van een kabinet mag verwachten. Het kabinet dat niet weet waar ze heen wil, moet er ook niks over opschrijven. Alleen, zij schrijven erover op, en meer niet. Zij geven de koers aan. En ze leggen dus geen blauwdruk op. Alleen doen waarnaar je streeft. Dat is goed, vind ik, en dat is op zich zelfs noodzakelijk. Want als ze dat niet doen, dan zeg je, ja, we weten niet wat ze aan hebben. Vorige kabinet had dat niet. Die zei, wij hebben geen doel met herindeling. Bijvoorbeeld, hè? Alleen als volgende ook komt, punt, maar wij niet. Nou, dan doe je dus niks. En die hebben dus ook niks gedaan. Dat kan, dat is ook een koers. Dat heb je ook een helder beeld. Dat werd letterlijk zo ook gezegd en zo gedaan. Waarom is er volgens mij dan toch zo'n commotie ontstaan? Omdat die 100.000 plus gemeenten, wat daar genoemd werd, en die ook staat in dat hoofdstuk, wordt niet aangegeven hoe dat je daar naartoe wil gaan. Hoe zou dat nou moeten verlopen en waarom is dat nou nodig? Ja, we gaan grote decentralisatieonderwerpen doen. Nou, en? Waarom moet dat? Via welke concrete weg zou je daar naartoe willen? De tegenstanders krijgen dus automatisch voldoende kans om voor open doel te scoren op die manier. Schaalvergroting zonder concreet plan, zonder voldoende onderbouwing waarom het gewenst is, maar wel met een inwoneraantal. Wat hebben ze gedaan? En dat is niet verstandig. Sommigen denken misschien dat ik zo zeg, ik vind het verstandig. Nee, dat is niet verstandig. Maar waarom is dat niet verstandig en hoe had je het bijvoorbeeld beter kunnen doen? In de eerste plaats is het noemen van een inwoneraantal vrij willekeurig. Het getal, dat is vrij willekeurig. Want dan wordt nauwelijks rekening gehouden met de omstandigheden in een regio of lokale omstandigheden, wat dan ook. Dan gaat men uit van uniformiteit. En uniformiteit is heel vaak de dood in de pot. Niet dat het gelijkheidsbeginsel als uitgangspunt verkeerd is, maar de vormgeving van dat gelijkheidsbeginsel moet je dus op een verschillende manier doen, passend bij de omstandigheden. En dat kan dus betekenen dat je dat in Friesland anders doet dan in de Randstad. En ik gebruik heel vaak het voorbeeld van Rosmalen. Rosmalen is in de tijd bij de Bos gevoegd bij de gemeentelijke herindeling. En ik was daar zelf een groot voorstander van. En ook een initiator geweest in de tijd in de Kamer. En waarom was dat? Omdat je zag gebeuren dat de stad de Bos inwoners verloor aan Rosmalen die daar gingen wonen. De Bos verarmde, Rosmalen werd rijker. Die mensen bleven werken in de Bos. De mensen die bleven naar school gaan in de Bos, de mensen bleven winkelen in de Bos, de mensen bleven van de uitgaansvoorzieningen gebruik maken in de Bos. Dus de stad die verarmde doordat de rijkere inwoners naar Rosmalen gingen, maar die rijkere inwoners maakten gebruik van alle voorzieningen van de stad. Bovendien lag die stad ook nog tegen de Bos aan en leek het net of bijvoorbeeld de wijk Hintan, als u hem kent, met de Bos hoorde door de ligging van de weg. En bovendien lagen de uitbreidingswijken voor de toekomst van de Bos helemaal op het gebied bij Rosmalen. Want verder kon het.
dat waren voldoende argumenten waar je ook sociale toetsing kunt vinden over de ontwikkeling van een gebied waar de grens van de gemeente dus beperkend kan werken, om te zeggen, daar is een herindeling te rechtvaardigen. En dat heb ik ook gedaan toen het binnenhof vol stond met 3000 demonstranten, kan ik u melden, die met treinen naar Den Bosch waren of naar Den Haag waren gekomen. Maar als Rosmalen gelegen had in Drenthe of in de Achterhoek, was het nu nog gewoon een zelfstandige gemeente geweest, want die gemeente met 25.000 inwoners was op zich prima in staat om de eigen broek op te halen. Dus geen misverstand in dat opzicht naar die gemeente de Rosmalen. Maar de omstandigheden geven de rechtvaardiging om daar te zeggen, nou dat moet je eigenlijk samen doen, het is één woon-, werk- en leefgebied. Net zo'n werk- en leefgebied als dat met het versie van Wim Sonneveld. Dat was toch zo'n mooi leefgebied bij slagerij J. van de Vent. Die kennen we nog uit het versie. En daar was dat ook één geworden in feite. En zeker de toekomstige ontwikkelingen zouden zorgen dat het helemaal één gebied werd. Nou, iemand die nu de nieuwbouwwijken kent met een bos, die ziet daar ook die wijken liggen op dat gebied. En natuurlijk kun je allerlei discussies krijgen, had dan een vlucht er niet bij moeten. Ja, er zat nog meer kapitaal, dus die hebben ze mooi buiten schot gelaten. Oké, daar kunnen we best over discussiëren en dan weet u wel aan welke kant u mij zult vinden waarschijnlijk. Maar niet alles kan in één keer. Maar Rosmalen is dus uit te leggen, was een verhaal voor. Zodanig dat er zelfs in de Tweede Kamer dus een meerderheid voor was. Dat is trouwens voor elke herindeling die in het verleden heeft plaatsgevonden, dat moet dus altijd een meerderheid zijn, hè. Ik hoor heel veel partijen die zeggen van ik ben tegen herindeling. Dan denk ik altijd, hoe kan het toch bij al die herindelingsvoorstellen toch op een meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer kunnen regelen? Er zijn altijd partijen zijn die daar geweldig voor zijn geweest. Dat kan niet anders. Dus dat is altijd toch wel een punt om op te kijken. Het hangt dus van de situatie af. En dat had dus in dat voorstel van Plasterk en in het regeerakkoord beter gemoeten. Dat had gelijk kunnen aangeven waarom dat men bijvoorbeeld ergens naar streeft. Dat is pas later gekomen toen die decentralisatiebrief van februari dit jaar is gekomen van Plasterk. En daar leest hij pas woorden als maatwerk, rekening houden met aspecten van bevolkingsdichtheid, met de geografische context. Met andere woorden, daar komt pas een beetje een vorm van verklaring waarom dat men naar die 100.000 streeft, maar ook waar men in aangeeft als het minder is, dan is het ook bij wijze van spreken goed. Er is wel een heel sterke relatie gelegd door Plasterk tussen die 100.000, dus dat getalscriterium, en decentralisaties. Ja, want in het hele portaal moet de decentralisatie, de grote decentralisatie, die vragen dus van die 100.000. Nou, daar is hij dus van teruggekomen met die onderbouwing, maatwerk in de decentralisatiebrief, geografische context, bevolkingsdichtheid, dus omstandigheden. En daar is hij dus een beetje. En in maart heeft hij nog een keer een brief geschreven. En daar staat dan in geen blauwdrukken. Nou, dan heb ik het dus niet over 100.000 meer als getal. Als je blauwdrukken weglegt, dan kun je geen getalsnorm in die zin hanteren. En daar is zelfs in die brief sprake van een geleidelijk en behoedzaam proces. Ongeveer het tegendeel wat opgeroepen werd door het regeren. Uniform 100.000, om het zo maar plat te zeggen, dat is de maag. En je roept van tevoren op.
dat heeft hij gedaan in de decentralisatiebrief over. Waar hij dan voor de ministerbrief en later in die notitie die jij noemde, van maart. En met die brug, of wat is het? Ja, bestuur en balans. Oh, bestuur en balans. En daar kom ik nog wel op de eerste kaart. Dat is één verhaal. Tweede verhaal is wat belangrijk is, vind ik. Dat als je praat over schaalvergroting, moet je dat koppelen aan schaalverkleining. Dat gebeurt veel te weinig in Nederland. Schaalvergroting, dat doen we omdat het vaak efficiënter is, doelmatiger werken. De organisatie maak je minder kwetsbaar. Er zijn heel veel legitieme argumenten voor te bedenken. Die komen in gemeenteland tegen, maar die komen ook bij de buurtsuper tegen. Of bij een klein bedrijfje. Overal, in onze eigen samenleving, in de familie. Maar als jij dat doet, nee, vraag nou je broers ook, dan doen we het met z'n allen. Dat is goedkoper en efficiënter. Maar overal vind je dat. Als je het met meerdere doet, dat het handiger is dan iedereen apart en individualistisch. Dat is de doorgeschoten individualisering die we kennen. En die niet goed is. Vind ik. Met andere woorden, samen doen is gunstig. Maar je moet het wel verstandig doen. Want voor de inwoners komen er een heleboel van die zaken bij de gemeente op afstand te staan. Ver weg. Verder weg voor het gevoel van de inwoners. Men moet een hele afstand reizen om dat paspoort te halen. Dat is paspoort natuurlijk het slechtste voorbeeld van gemeentelijk beleid. Behalve dan dat de opslag erop door de gemeente misschien tot voor kort gedaan kon worden. Maar het is natuurlijk puur een van de vele medebewindstaken die de gemeentelijke overheden allemaal hebben. Het meeste werk van de gemeente bestaat uit medebewind. Maar je zou het ook bij Albert Heijn kunnen doen, of de Jumbo in Brabant, weet ik veel. Want het paspoort is gewoon standaard regel, zo moet het en niet anders. En zo zijn er ook al 100 dingen te bedenken die de Haagse regelgeving bij de gemeente neerleggen. En of je het paspoort bij geloof 5 jaar mee kan, ik weet niet meer de precieze termijn. Nou, dan moet je dan 1 keer in de 5 jaar ophalen. Ja. Er zijn maar weinig gemeenten die bestaan uit 1 kern in Nederland, hoor. Nauwelijks. Amsterdam. Maar die heeft er 2. De Bijlmer is ook nog afzonderlijk. Zit niet vast aan Amsterdam. Maar er zijn maar weinig gemeenten die meer bestaan uit 1 kern. Die zijn er niet veel meer. Ik heb in 6 gemeenten gewerkt, 1 was de Schoonhoven. Maar voor de rest zijn allemaal meerdere kernen. Er is niks mis mee. U werkt in zo'n gemeente zeven, hè? Of u vertelde dat ook in 2 kernen. Ja? Ja, nou, niks mis mee. Bijna alle gemeenten bestaan uit meer dan 1 kern. Dus heel vaak moet men van de ene kern naar de andere. Toch? Horen wij u zeggen, organiseer de taken op het niveau waarop het speelt? Bij een aantal punten wel. Ja, niet bij alles. Maar met andere woorden, door die herindeling komen ze voor de burgers op afstand te staan. En dan moeten ze dus, ze kennen die raadsleden niet meer, zeggen ze, die kwamen vroeger bij ons uit het dorp. En nou niet meer. Als vaak het nadeel dat ze uit het dorp kwamen, ze kregen cliëntelisme. Nou, ik heb 2 jaar in Madrid gewerkt. Daar was zo'n rapport van de befaamde club DFC verschenen, over onder andere cliëntelisme. Ja? Ah, dat heb ik daar heftig aangetroffen, kan ik u melden. Varianten daarop. Belangenverstrengeling. Wat je daarover hoort. Dat heeft met integriteit te maken. En dat kan soms omdat je iedereen in het dorp goed kent, dus ook de bestuurder. En dan ontstaat er een cultuur dat je niet voor het collectief werkt, maar voor het individu. En dat je voor alles maatwerk probeert te vinden. Dus ook voor die burger, waar het eigenlijk niet kan. En dan toch geneigd bent om onder druk op te staan om ja te zeggen. Dat is cliëntelisme. En dat ligt eerder op de voer bij heel klein dan bij heel groot. Bij heel groot ligt meer bureaucratie enzovoort. Op de loer, geen misverstand. Hè? Dus ik probeer niet te verheerlijken, maar je moet zodanig naar de spiegel in de spiegel durven kijken dat je overal de plussen en minder van kunt zien. Dus voor die burgers is schaalvergroting meestal op afstand. Maar ja, er is een steeds betere en toenemende betrokkenheid van burgers, omdat ze steeds meer weten of via internet alles te weten kunnen komen. En ook doen. En over meepraten. Dus ze doen mee, burgers. Ze laten zich niet meer wegsturen, ze kijken niet meer tegen autoriteiten op. En terecht. Maar vroeger had je dat nog, dat men dat wel deed. Dat was het tuinpad van de watertijd. Dan liep de pastoor en de dominee nog netjes door het dorp heen of de burgemeester en noem maar op. Dat is gelukkig niet meer. Maar dus doen burgers mee.
steeds meer dorpsraden, wijkraden. En dat noemt Plasterk in zijn laatste boekje van Maart ook de doe-democratie. Betrokkenheid van burgers. Een apart hoofdstuk gewijd aan betrokkenheid van burgers. En met name in Friesland en Noord-Brabant zijn twee provincies waar je daar heel veel van hebt. Ik heb 2 jaar geleden voor het college van GS in Friesland een rapport uitgemaakt in de commissie van Wijnen, waar we met 3 mensen over hoe dat die provincie heringedeeld zou moeten worden. Toen zijn we naar een bezoek geweest en toen hebben we dat rapport de titel gegeven: meer burger, minder bestuur. Dus schaalvergroting, gecombineerd met bijna verplichte schaalvergroting, want dat gebeurt er. En als je bijvoorbeeld in die nieuwe gemeente Sneek met 82 kernen zwembaden moeten komen, kunnen er niet meer komen dan pak een beetje 4 of 5. Dan moet daar de gemeenteraad over beslissen, want als je dat laat doen, willen alle 82 kernen een eigen zwembad te kennen. Dus dan heb je daar zo'n bestuur. Maar over dat speeltuintje kun je daar gewoon zelf die kernen laten beslissen. Dus over dingen die voor de mensen op de hoek spelen en van belang zijn, zoveel mogelijk op dat niveau ook de beslissing laten nemen. En dat kan in Friesland. Daar loopt men in voor. Met die binnengemeentelijke decentralisatie, zou je zeggen. En minder bestuur krijg je dan, omdat je minder gemeente hebt, maar wel meer burger. En op die manier kun je dus ook het verhaal van de schaalvergroting een bodem geven, een boodschap waarop het beter kan. De minister komt er pas mee in zijn notitie van maart. Terwijl vorig jaar dat regeerakkoord in de tekst is verschenen. Dus dat is weer een passage die goed is, maar pas achteraf. En over die notitie van Maarten heeft hij inderdaad een draai op zijn oren gekregen in de Eerste Kamer. Heel netjes gezegd tegen die motie van ga die notitie nog eens een keer opnieuw bekijken en herschrijven. Eigenlijk is het een motie van afkeuring. Eigenlijk is het gewoon een motie van afkeuring, maar dat hebben ze niet gedaan. Twee fracties, maar in feite is de meerderheid was tegen, 2 fracties hebben hem gesteund. Als je die fractiewoordvoerders leest wat ze gezegd hebben tijdens dat debat, was het net zo hard als de SP van die betreffende motie. Absoluut. Dus ook daar veel te veel en te laat aandacht. Gaat het nou lukken met die minister? Met die vorm, nou niet in de vorm zoals daar staat van 100.000. Daar zijn ze nog allemaal van terug. Het wordt hier opgelegd. De krimpende water, daar heb ik in een paar gemeenten gewerkt. Die mag nou 1 gemeente worden, nou, dat is bij elkaar 50.000. Dus dat voldoet sowieso al niet aan die norm. Maar het is wel volstrekt logisch gebied, de Knippende Waard. Tussen de rivieren, heel logisch samenhangend gebied, er liggen 5 gemeenten in. Die worden nou 1, is het wetsvoorstel wat gaat komen, wat die ingediend heeft. Dat is dus absoluut niet het regeerakkoord. Groningen, dat is de provincie bezig, er is een rapport van een commissie geweest om van 23 over naar 6 gemeenten te gaan. Een van de commissieleden was de heer Koster. De grote voorstander van samenwerking en toch apart, CETA. Sommigen van u kennen dat misschien. Kosten. Samen en toch apart. Nou, daar wordt voorgesteld om het van 23 naar 6 gemeenten te maken. Dat is dus gewoon herindeling. De kosten wordt vaak aangehaald als zijnde degene die tegen herindeling was. En CETA is dus een alternatief voor herindeling. Maar heeft daar gezegd, nee, van 23 naar 6. Maar wel met een opmerking erbij, en daar zijn ze nu mee bezig. Jullie mogen zelf gaan kijken of je toch nog anders doet dan daar staat. Met andere woorden, betrek daar ook die gemeente bij. Gebeurt. Want je moet voorkomen dat je alleen maar met de rug naar de stad krijgt. Dat zie je heel vaak. In Brabant heb je dat gehad, Geffen en Nuland, die gingen samen. Zo'n 30 jaar geleden. Toen daar de commissie Schappers in opdracht van de provincie een plan maakte voor de herindeling, gingen Gauw, Geffen en Nuland, voordat Schappers denk ik begon, Gauw met z'n 2 samen, vrijwillige herindeling. Ja, waarom vrijwillig? Om uit handen te blijven, of van Os of van Den Bosch. Heel simpel. Negatieve overwegingen om gauw samen te gaan. Klein is fijn. En nu, wat gebeurt er nu? Ze hebben nu de beslissing genomen en de ene helft gaat naar Den Bosch en de andere helft gaat naar de Terpje. Ik ken nog zo'n voorbeeld, deze is waar. Onder Leeuwarden. Nou, wordt over 3 gemeenten nu opgesplitst. In de tijd ook een beetje ontstaan uit negatieve overwegingen met de rug naar de stad. En dan wordt heel beter zwaar gesplitst. Een stukje naar Heerenveen, een stukje naar Leeuwarden, een stukje naar Schaftenland heet dat. Volgens mij
is het Born Slim en niet Born Slim. Volgens mij is het Born Slim. Born Slim, ik zeg het verkeerd. U heeft gelijk. Born Slim. Nee, Born Slim. Ik zeg het verkeerd. Zeker zwaar is dat met het mooie hotel. Dat is Amsterdam. Laat de formatie dat mooie pand. Zit daarbij niet in de grote waardeoordeel? Want misschien wat die afweging behalen dat negatieve sentiment, zoals dat ze doen. Zo in die tijd en die constellatie op dat moment, zo gunstig om te realiseren. En nu met voor het kleine inzicht dat we tot de conclusie komen, oh, misschien kunnen we nog beter in andere herinneringen toepassen. Hele school is een keer. Mevrouw? Nee, ik ben dat er niet van mening. Want ik kan nog zo'n voorbeeld nog noemen. In Zeeuws-Vlaanderen zijn Sluis en Aardenburg gauw samengegaan. En waar zit Sluis en Aardenburg nu ondertussen? Bij Oostburg. Met andere woorden, men doet het niet uit positieve overwegingen, maar om iets anders te voorkomen. Gaat u het nog hebben over de lusten en de lasten van de gedecentraliseerde eenheidsstaat? Want zolang gemeenten het recht hebben en op hun eigen grond te bepalen met wie ze samenwerken, mogen ze dat, kunt u wel verwijten. Maar zo gaat het omdat we nou eenmaal gemeentelijke autonomie kennen. Nou. Oftewel, gaat u daar nog over hebben? Ja, maar de gemeentelijke autonomie is niet zo geweldig groot. Nee, we zijn al bij kantoor van het Rijk. Maar ja, nou ja, maar u zegt dat we daar de lust en de laten van. Laten we dan de gedecentraliseerde eenheidsstaat ter discussie stellen. Nou ja, soms doet ik denk dat ongeveer 70% van wat de gemeente doet door de landelijke overheid wordt bepaald. Dan, wordt niet dan voel je toch een fundamentele goede discussie. Ja? In plaats van dat hangen, duwen en trekken. Want in uw verhaal zit ook hier en daar zitten daar. Dan maakt u keuzes in op basis van uw visie. Maar binnen de marges, van die krappe marges van die gedecentraliseerde eenheidsstaat. Zolang gemeenten zelf mogen bepalen en met hun eigen raad, met wie ze het doen, zo staat het nou helemaal in de wet. Nee, absoluut niet. Dat dacht u. Nou, heeft u de politieregio gemaakt als gemeente? Nee. Heeft u de brandweerregio gemaakt als gemeente? Heeft u de GOR-regio gemaakt als gemeente? Heeft u de GGD-regio gemaakt als gemeente? Allemaal eigenlijk voortkomend uit gemeentelijke samenwerking. Precies. Nee, we verschillen dus niet dan, maar in mijn verhaal zit voortdurend het element van autonomie. Ik geef aan dat de gemeentelijke autonomie eigenlijk niet zo gek veel voorstelt. Maar dat is een interessante andere discussie. Oké. Ik wil toch een opmerking met hem maken, maar ik ben het eigenlijk voor een groot deel van met u eens dat de gemeentelijke autonomie niet zo gek groot is. Ik ben dus, als je hen een deel zeg ik, zou je het streeksgewijs moeten doen. Omdat je dan voorkomt dat er dus witte vlekken ontstaan, of dat men het uit negatieve overwegingen doet. Daar heb ik een paar voorbeelden van genoemd. En dan kun je zeggen, ja, maar het is toch goed dat het later weer verder kost. Ja, dat kost wel enorm veel geld en energie en geeft veel frustraties. Als je dat kunt voorkomen, is het nooit weg. Dus ik zou het proberen te doen. Als je het doet, doe het dan steeds gewijs. Kan niet altijd, hoeft ook niet altijd. De minister heeft dat eerste spoor van de herindeling dus eigenlijk veranderd en veranderd. Hij spreekt nu, kijk naar de begroting Binnenlandse Zaken, als je die leest, daar staat als eerste spoor nu gemeentelijke samenwerking. Dat heeft hij nu als eerste neergezet. En hij streeft naar passende samenwerking, maar doet dat toch vrij vakmatig. Want hij zegt eigenlijk toch, het moet zoveel mogelijk congruent zijn. Nou, dat moet je wel letten, dat is Binnenlandse Zaken, om dat te durven zeggen, terwijl de afgelopen jaren, bij de indeling van de brandweerregio's, de veiligheidsregio's, bij de indeling van de politie, allemaal de Rijksoverheid gezegd heeft hoe het moet. Ja? We hebben nu de indeling in de, bij de milieutoekenning, hoe heet het? Omgevingsdiensten. Die zijn in heel Nederland weer op verschillende regio's. En dan moeten er weer regio's komen dus voor de decentralisatie, die ook weer anders moet. Maar wel congruent. Ja, waarmee congruent? Precies. Met de politieregio's? Ja. Met de veiligheidsregio's? Met de waterschapregio's? Nou, noem maar op welke dat je neemt. Moeten ze het zelf kunnen kiezen? He, waardoor je witte vlekken kunt krijgen of andere manieren. He. Dus dat zijn dan. Nou, dat doet hij dan samen met de VNG. Sinds wanneer bestuurt de VNG dit land? Dat lijkt het soms op. Maar dan maakt hij een deal mee. Ja? Dan mag ik de vraag, steeds hebben we hetzelfde gekregen, want ja. Enerzijds wordt er gezegd,
We gaan een deel van de structuur aan de onderkant opscholen, de deelgemeente eruit. We gaan de tussenlaag uit aan de regio plus gaan afschaffen en dan gaat die er in de regio plus schuiven. Ja, een van de rare voorstellen is dus afschaffen van de deelgemeente in Rotterdam van Amsterdam. Ik zeg niet dat ik daar een voorstander van ben, maar waarom zou ik het afschaffen? Als ze dat zelf willen daar. Nou, dat is niet zeg, net zo goed. Ja, dat willen ze zelf. Ja, ze willen het zelf. Met niet verplicht. Den Haag heeft voor deconcentratie gekozen, ambtelijke diensten. Nou, je ziet in Amsterdam wel op cliëntelisme terug waar we het straks over hadden. Dat is ook in Amsterdam. Nee, ik zeg net, waarom zou je het verbieden? Een overheid moet niet te veel verbieden. Moet juist kan bepalingen mogelijk maken in plaats van moeten. Dat is een heel belangrijk iets. Ja, maar dat is een filosofie die je kunt hebben. Hij kiest nu dus voor de samenwerking als eerste. Ja, met de VNG moeten ze dat rondkrijgen over die decentralisatie. En het mag allemaal niet vrijblijvend zijn. En dan krijg je dus de betrokkenheid van de gemeenteraad. Nou, vorige week of de week ervoor is er een rapport verschenen over de democratische legitimatie van de veiligheidsregio's en de betrokkenheid van de gemeenteraad. Niks. Gemeenteraad zijn helemaal niet met de veiligheidsregio's en wat daar gebeurt. Zit niet meer met de brandweer. Vroeger was de brandweer een belangrijk element. Nu is dat nauwelijks meer nog op gemeentelijk niveau, want dat is in de grote regio. Ik zeg niet dat dat inhoudelijk verkeerd is, maar betrokkenheid is nul. Vanuit de raad. Ik heb net zo goed voor de GGD. GGD zijn eigenlijk bij de gemeente ontstaan. Nou, GGD wordt er bijna nauwelijks over gesproken in gemeenteraad. Nauwelijks. Ook op gemeentehuizen niet hoor. Nauwelijks. Maar het zijn wel gemeentelijke diensten, daar zijn ze ontstaan, daar komen ze vandaan. Besef dat goed, over autonomie gesproken. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Maar hoe dat dan eigenlijk vragen? Zo wordt het. Zeg maar, het, u zegt vanuit alle regio's, en die vaak zeg maar, regio's zijn gemaakt, naar verschillende activiteiten, veiligheid, brandweer, waterschap, etc. De conflict, het feit dat het niet op elkaar, als die op elkaar vallen, kun je dus voorkomen door de ruimte, de relatie te doorbreken. Dus echt van, kun je dan niet veel beter zeggen, we gaan die ruimte besturen, maar je hebt besturen die gaan over veiligheid, over brandweer, en dat je misschien de gemeente wat wat meer functioneel moet organiseren, meer weer geografisch gebonden. Ja, nou, heel interessant punt. Die discussie wordt in Nederland nauwelijks gevoerd. Maar het is heel interessant. Want eigenlijk heb je het erover, wanneer je in het regeerakkoord opschrijft, dat je de waterschappen moet afschaffen. Dat is functioneel bestuur. Het gaat over één thema, over één onderwerp. Die hebben de waterschappen. En nergens hebben ze in de wereld zo goed geregeld als in Nederland. Want uit Amerika komen ze kijken hier hoe dat gaat. Na de ramp daar in Sint-Louis. Komen ze hier kijken. Want half Nederland loopt onder natuurlijk dat we geen goede waterschappen in de dijken verhalen en op hebben. Maar dat is puur voor dat onderwerp. Nou ja, dan zitten we daar een beetje te zeuren en te mekken over de democratische legitimatie van die waterschappen. Niemand gaat ervoor stemmen. Niemand. Maar dan krijg je dus de vraag, moet dat? Ja. Nou ja. En dan krijg je daar de discussie over, hoe ga je daar mee om? Want nou is het soms aan de rijke boeren overgelaten of wat dan ook. Dan moet je daar dan een beetje iets aan doen. Maar weet je, of nou de dijk gaat in Zeeland, even de A, PVD of SCP afgelopen, maakt mij niet uit als mijn dood moet houden. Ja, natuurlijk. Ja. En ik ga gewoon niet vragen of de directeur van Albert Heijn goed is. Of ja. Dat ik een politieke partij af, maar dat als bijvoorbeeld. Dus, kan wel staan. Precies. Ja. Okay. Dat klopt. Het is juist heel goed geregeld, omdat het op afstand is gebracht voor de politiek. Inderdaad. Ja. 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 Maar je hoort mij ook. In Amsterdam is het dus niet goed geregeld, want alleen, het is dicht bij de politiek gekomen. Alleen je kunt ook niet zonder politiek besturen. Laten we daar ook even beseffen. Dan komen we alleen van onze grond niet. We kennen hem in de wereld. Voldoende voorbeelden van wat politiek bestuur ontbreekt, wat dat toe leidt. Ja, laten we dat goed beseffen als grondbeheerser. U weet mij niet over bureaucratie gehoord, maar soms is bureaucratie zelfs nodig. Hoe raar het te om dingen op terrein om ook een bepaalde rechtvaardiging en basis neer te leggen. We hebben allemaal rechten voor ook rechten. Want er is geen staatsbestel waar macht zo'n grote rol speelt als in de democratie. Ja. Ja. Klopt. Daarom is het ook maar goed dat je elke keer ter discussie staat. Ja. Snap je? En niet vanzelf. En daarom is bureaucratie ook. Kan heel erg aan zijn. Nee. Maar dat heeft u ook. Nou ja, u hoort zelf van mij, maar dat heeft u ook in kunnen worden. Nog even twee opmerkingen. Eén over die landsdelen discussie. Ik verwacht dat dat gaat lukken. Ja. Ik
dacht eerst ook, dat wordt niks. Het wordt uitgeruild ten opzichte van de gekozen burgemeester en dan gaat deze burgemeester. Nee, meneer Remkes is de beste woord, maar die wil natuurlijk wel. Ze hebben nou weer bedacht dat die BVS Plus wordt opgeheven. Ze bedenken alles. Want dat was ook gewoon een hulpconstructie. Die BVS Plus wordt opgeheven. Behalve voor Amsterdam en Rotterdam, dan gaat het vervoergeld naar die twee steden. Dat gaat er om macht. Dat gaat om geld. Dat gaat om zoveel geld. Ja, dan zegt die rechters, oké, ik wil best meten natuurlijk aan de grote provincie, maar dan wil ik wel die centen ook krijgen. En niet, die moeten dan bij ons komen. Dat speelt dus mee op dit moment in die discussies, mijn inschatting. Utrecht, weet ik niet hoe dat het gaat lopen. Flevoland weet ik ook niet. Vorige week hadden ze een kleine opening, begreep ik. Als Noord-Oostpolder naar Overijssel komen. Dus ik zie dat wellicht nog rondkomen. Wellicht, zeg ik ook, in misverstand. In Groningen, het heeft wel effect. Want de provincie Groningen heeft nu voor het eerst uitgesproken dat ze ook wel openstaat voor discussie over landendelen. Vergis je daar niet in. In Drenthe was dat wel het geval, maar Groningen zegt dat niet ook. Nou, Friesland zal dat volgens mij bijna nooit zeggen, tenzij ze gewoon binnen zo'n groot gebied weer toch weer zelfstandiger zoiets mogen zijn. Maar Groningen heeft dat wel uitgesproken. Dus er zijn toch nog ontwikkelingen die je niet moet onderschatten. Afrondend zeggen, kijk, het kabinet heeft een fout gemaakt met de onderbouwing, of je nou voor of tegenstander bent, maar dat is ook geen onderbouwing, onvoldoende gekeken. Later gekomen en dan zie je dus dat je veel. Bovendien toont de minister zich niet geweldig standvastig. Ik bedoel, het beeld is dat hij toch, ja, hij moet toch terugkomen met dit en hij moet toch terugkomen met dat. En nou, Brabant riep bijvoorbeeld, ja, maar wij willen geen landendeel. Nou ja, als je die wilt, dat is ook niet. Op die manier, ja, dat klinkt niet erg standvastig. Eén ding wel. Als je kijkt in Nederland naar de geschiedenis, is ook niet altijd verkeerd, dan is er één proces wat altijd doorgelopen heeft. En dat is dat van herindeling. Sinds 1851 heeft in de eerste 100 jaar is het aantal gemeenten met 200 verminderd. Dat is niet veel. Dat ging van 1200 en nog wat, naar 1000. Deze is 100 jaar lang. Als je kijkt tussen 1975 en nu, dat is 38 jaar, is dat aantal verminderd met 434 in de laatste 38 jaar. Dus dat is een enorm verschil. En dat komt met name toch omdat die maatschappelijke ontwikkelingen dat vragen. En mijn stelling is, ik ben geen tegenstander van herindeling, in tegendeel, maar je moet het verplicht koppelen aan schaalverkleining, want dan kom je dicht bij die burgers. Daar zit mijn link voor dingen die gebeuren in kleine kernen. En elke gemeente kan dat op dit moment al, want elke gemeente bestaat bijna uit meer kernen. Henk Dijen wordt in Den Haag, dus geloof ik ook één kern. Ja, dat is één kern, ja. He? Ja, we hadden Rijswijk en Voorburg ook graag bij willen. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. We lopen naar zo'n kanaal, dat is net de grens, geloof ik, zo'n klein stukje. Nee. Sterker nog, Den Haag heeft een heel stuk grondgebied van die gemeente in bezit. Maar dat is mijn beeld. Dus in die zin spoort het wel met het verhaal van waar vindt de decentralisatie plaats gaat bij dingen die bij de mensen gebeuren. Dat zal moeten toenemen, ook in het bestuur. Dat kun je niet, maar je zult ook dingen op een andere schaal soms boven moeten regelen en andere dingen over moeten laten. Dat betekent dat je los moet laten. De kunst van het loslaten is genoemd, is een van de belangrijkste voor besturen. En dat durven ze niet. Ze willen vasthouden, ze willen regie houden. Ze willen het beter willen weten dan de mensen waar ze het voor doen. En dat is een belangrijk punt. Nou, sommige dingen moeten op een hoger niveau, andere dingen moet je juist loslaten en op een lager niveau laten plaatsvinden. En op die manier is die paradox is best mee te werken. Maar dat loslaten van geld is eigenlijk overgelukkig heen. Dat kan ook moeilijk ontslaan. Klopt. Klopt. Daar heeft u helemaal gelijk in. Ik weet het goed. Je noemde de decentralisatie uit de jaren 90. Dus straks als voorbeeld zo'n wet, hè, noemde jij op. Een van die wetten die toen... Kaderwet, ja, dat is van eerder. Ja. En toen had ik een keer een bijeenkomst belegd in Den Haag. In een heel kleine kring. Niet meer dan hier op de tafel zitten. Met aan de ene kant Ad Melker, toen minister.
aan de andere kant van deze moeilijk. En wij praten dus over die decentralisatie. En we hadden van tevoren met Marco Vliedink hard zitten praten. En die was daarvoor, die net, die was er ook verantwoordelijk voor. En wat gebeurde er nou? Melkie die zei, ik wil alles weten, want ik was helemaal niet voor zijn departement. En Margrethe Boer zei, laat dat nou toch over daar. En dan zei Melkie, maar dan staat er een verschil tussen de gemeenten, want in de ene gemeente doen ze het zo, in de andere gemeente doen ze het zo. Nou en? Dan zegt Melkie, dat wil ik niet, want dan word ik ter verantwoording geroepen in de Kamer, omdat het weer verschillend is in de ene en de andere gemeente. Dus ik ga het monitoren, ik wil alles weten, want... Dus dat hebben ze dus niet losgelaten. Maar tegelijkertijd, waar je het wel loslaat, krijg je natuurlijk de kritiek. Waarom kan in die gemeente wel wat opgehaald worden op die manier en in die gemeente niet? En dat durven bestuurders niet te verantwoorden. Want dat horen jullie toch? Dat zien mensen. Die mensen zeggen, kijk, daar krijg je wel zo'n rollator. Ja, misschien niet het goede voorbeeld. En bij die gemeente moet je 50 euro bijbetalen. Dat verschil. Dan worden bestuurders doodbang. Maar het gaat dus op een bepaalde hoogte. De vraag daarom in de generatie gazuur. Nee? Nou ja, maar vroeger was alles centraal vanuit het gelijkheidsbeginsel. Heb je natuurlijk. Iedereen heeft er recht op. En je kunt natuurlijk in toch korte tijd best dat verschil accepteren. Maar je moet verschil durven accepteren. En uitleggen. Nou ja, mijn hele verhaal is eigenlijk uitleggen. Dus dat die onderbouwing en motivatie uit. Ja, en daar gaat het ook vaak stuk, omdat het niet toegelicht en uitgelegd wordt voor die burger. Ja. We hadden straks over dat veranderen pijn moet en mensen dat niet graag willen. Dat komt ermee, omdat de mens calculeert, die zegt, wat is het voor mij? En als je dat ook niet, zeg maar, plaatsvervangend kunt verwoorden, kunt communiceren, dan zul je dus op voorhand altijd eerst geconfronteerd worden met weerstand. Ja. En als je dus vervolgens onvoldoende gaat communiceren, dan komt er tegenstand. Ja, en dan zie je het openbaar bestuur ook vooral zich gaan verschuiven. Ja, dat is ook een groot risico dat die drie decentralisaties, precies wat u zegt, over bij de gemeentelijk. En in het Wassenaar wordt het anders met de rollator omgegaan met de mijnmeningen, of de vraag verschillen, onrust in de raad, patenten, kamerleden, die er toch weer wat nodig stellen. Ja. En dan wordt de gemeente uitgevoerd van zorg van het rijden. Dat zijn ze natuurlijk toch wel. Nee, maar ik bedoel, dan gaat het zogenaamd daar naartoe, ja. Dat iedereen die u mocht, gaat het weer terug naar de raad, omdat ze doodgenoemd zijn dat het een grote verschil is. De zorg die ik eerlijk gezegd heb op dat tijd is vooral dat het zorgniveau met een vrij forse ingreep ineens naar beneden gaat en dat de gemeente dat zometeen moet uitvoeren. En de vraag is of gemeenten zometeen kunnen rekenen op het draagvlak in de samenleving voor de maatregelen die er getroffen worden. Klopt daar niks van. Klopt daar niks van. Ik heb nog een vraag om te proberen een verbinding tussen de twee verhalen te leggen. Want als ik het laatste verhaal van Dikke Kloe volg, dan denk ik, nou, dat klinkt goed. Ik bedoel, schaalvergroting als er aanleiding toe is. Maar zorg dan ook dat je zeg maar de kleine dingen goed regelt. En eigenlijk het verhaal van Arthur Jansen was, ja jongens, let nou op die kleine dingen. Zou het een idee zijn om de volgorde bij schaalvergroting om te draaien? Zeggen, nou, schaalvergroting prima, alles mag. Het mag zo groot als we zelf maar kunnen bedenken, op één voorwaarde. En de voorwaarde is dat je het kleine goed geregeld hebt. En hoe het kleine eruit ziet, of dat is weten wat mensen willen, op buurtniveau informatie hebben over de dingen die je daar moet doen, of dat het een deelraad moet zijn, of een dorpsraad of iets anders, dat laat ik even in het midden. Maar dat je eerst de kleine schaal de dingen goed geregeld moet hebben, voordat je in feite de toestemming krijgt, dus aanhalingstekens, om op grotere schaal dingen te regelen. Maar nu gebeurt het wel op dat hogere niveau. En dus die gemeenten worden telkens groter. Maar het regelen dat mensen daadwerkelijk invloed hebben op wat er in hun omgeving gebeurt. Of met hun zorg en welzijn zaken gebeurt. Dat ontbreekt vaak. Ja. Mag ik daar, en dat blijft ook voor. Mag ik daar voor die antwoordje op aanraken? Mag dat? Van mij wel. Ik heb straks nu gevraagd, horen wij u zeggen dat je de taak moet organiseren, moet proberen te organiseren op niveau waarop dat te spelen. Ik zal diezelfde vraag eens op een andere manier stellen. In de jaren 70, toen was de norm voor gemeente, ik geloof 5000 inwoners, zei ik even uit mijn hoofd. 6000, Joep de Graaf, nou.
Dat is die periode, toen was het, klopt niet helemaal wat ik zeg, maar toen was het zo dat gemeenschap was ongeveer hetzelfde als gemeente. En toen dat is gaan veranderen, u zei iets over schaven worden geleid tot, komen dingen op afstand van burgers te staan. Dat heeft te maken met dat gemeenschapsgevoel. En daarom dacht ik, u gaat ervoor pleiten om de dingen die je op het niveau van de kern zou kunnen regelen, om het dan ons staatsbestel ook daarop aan te gaan passen. En dus als het ware onder die laag gemeente nog een laag onder te plakken, waar mensen voor hun eigen kern de dingen gaan regelen. En mij heb ik over het gevoel dat u de verbinding, dat u op die manier de verbinding wilde gaan maken met die decentralisaties. En de dingen die met zorg, mensen met hulp in huis, met jeugd zeker te maken hebben, proberen te organiseren op een niveau van de kern. Dan maak je mensen ook weer betrokken. Ja. Nou, ik sluit heel nauw aan met de vraag van je buurman. Die dingen hangen nou samen. Ik heb, en ik kom er nog wel op, maar toen ik in het laatste jaar in de Tweede Kamer zat, heb ik overwogen samen met Klaas de Vries, die toen minister was, om de wet zo te wijzigen dat er eigenlijk een verplichte binnengemeentelijke decentralisatie moest komen bij de herindeling, de koppeling. En dus als je schaal vergroot, legt ook op dat er binnengemeentelijke decentralisatie komt, in welke vorm dan ook. In Amsterdam noemen ze dat een deelraad, in ergens anders een dorpsraad. Nou, dat maakt me niet uit. En of ik nou rechtstreeks kies of niet, moeten ze ook maar uitzoeken. Ja, dus laat dat, maar iets, er moet wel iets zijn. Dus we hebben toen overwogen, maar goed, toen ben ik uit de Kamer gegaan, hebben we overwogen dat ik een initiatiefvoorstel of een amendement een keer zou maken bij een wijziging van de gemeentewet om dat in te voeren. We hebben zelfs een notitie laten maken. En wij noemden het toen binnengemeentelijke decentralisatie. Ja, dus dan koppel je dat. Daarmee zeg ik nog niet dat er een verplichte bestuurslaag moet komen, want je mocht het verschillend regelen. Daarom zou ik nooit voorgestemd hebben of voorstander geweest zijn. Waar je voorstemt is iets anders. Maar ik zou nooit voorstander zijn om die deelraden weg te doen. Als ze dat willen in Amsterdam, dan doen ze dat maar. Je moet niet te veel verbieden. Ik zeg niet dat ik er voorstander van ben. Nou, dus dat spoort wel, maar niet echt een laag, maar wel iets verplicht dat er iets komt. En laat het nou zelf uitzoeken. In Friesland is het bijna allemaal gewoon met kernen van 300 inwoners hebben ze gewoon 5 mensen gevonden die kaart trekken. Dan moet je al blij zijn dat je die 5 mensen gevonden hebt. Om dat gevoel van de gemeenschap vorm te geven. En dan pas je je bestuur daar ook weer bij aan. Want dan wijs je een wethouder aan die dus 4 of 5 van die kernen doet. En weer een andere wethouder die. Wijs je ook een ambtenaar aan die speciaal voor die kernen belast is. Dan ga je toch je organisatie, kun je er helemaal op inrichten. Maar ga dat niet wettelijk helemaal dicht regelen. Ik hou veel van kan bepalen. En dat, bij jouw vraag van zou je dat moeten doen? Ja, zoiets zou moeten. Nu staat er in de wet, in de Arriwet, dat geloof ik 2 jaar na een herindeling, is de provincie verplicht te kijken wat er gebeurd is met de binnengemeentelijke decentralisatie. Al die provincies hebben lak aan die wet. Wordt nooit uitgevoerd. Ik heb er een keer een discussie in de Kamer gehad en toen werden ze wakker gekeken. Drenthe, die heeft het gedaan toen, want dat speelde toen. En 2 jaar na de herinnering heeft de provincie Drenthe gerapporteerd hoe dat het dan daarmee stond. Dat was een beetje dode letter. En er zitten wel handvatten in al in de wet, maar dat is eentje achteraf, je moet het bij het begin doen. Ik zou niet zeggen, je mag pas beginnen met het andere als je het eerste goed geregeld hebt. Want dat kan per regio weer heel verschillend zijn. In een grote stad doe je weer anders regelen op dat niveau van wijken en buurten dan op het platteland. Dus, maar ik vind het uitgangspunt om de koppeling te maken wel goed. En eigenlijk zou ik moeten verplichten door te zeggen, er is binnen gemeentelijke decentralisatie, bij wijze van spreken. Hè? Ja, maar ik denk nog niet eens zozeer in die institutionele vorm, maar ook met name, je moet zorgen dat de processen zodanig zijn, dat in feite wensen van mensen op een heel laag niveau gehoord worden. Dat moet je regelen. Nou, en in welke vorm je dat dan regelt, zal me eigenlijk verstandig zijn. Daar ben ik het wel niet eens. Maar vervolgens vind ik dat wel een voorwaarde voor het grotere. Ja, want dan krijgt het, dan pas krijgt het de aandacht die het eigenlijk verdient. Ja.
en draagvlak en verbinding van weerstand. Daar verschil ik ook niet van mening in. Ik zeg alleen, als je het per se weer zegt, van eerst moet dat geregeld zijn, en dan mag je pas met het andere. Aanvulling daarop misschien mag ik. Welke combinatie? Dat er in ons land toch nog steeds top-down hiërarchisch wordt gedacht. Mijn opmerking net over de gedecentraliseerde eenheidsstaat is bedoeld om aan te geven dat onze bazen niet in Den Haag zitten. Wat het mij betreft doe je het op dezelfde manier als bij een gemeentelijke organisatie. Dat je de piramide op zijn kop zet. De bottleneck is always on the top of the bottle. Als je uitgaat, de beide pleidooien, ik hoor het u tussen de regels ook zeggen, het gaat om de mensen. Het gaat om wat er op straat, in de wijk, in de buurt, overal gebeurt. Ga naar ze luisteren. Mensen willen gewoon erkenning. Dat betekent dat je eigenlijk de piramide op zijn kop zet. Dat je niet vanuit de macht van het gemeentehuis redeneert en organiseert en bedenkt, maar dat je redeneert vanuit de straat. Dat moeten we kennelijk opnieuw heruitvinden met elkaar. En de gemeente Zuidwest-Friesland en de Molenaar, dat zijn uitstekende voorbeelden van de wijze waarop die andersom aan het denken zijn. Want die hebben hun hele gemeentelijke organisatie ingericht op die burger en niet andersom. Dus Zuidwest-Friesland die 82 kennen is op die manier dus... Ja, of het gemeentehuis is en de ambtenaren die ze aannemen worden getoetst op de vraag of ze al op die manier denken. Maar, dus dat is top-down of bottom-up denken en in ons openbaar bestuur zit veel te veel top-down blauwdruk denken. Ik ben het met de betoog helemaal eens. Ik vind de metafoor van de omgekeerde piramide wel erg gevaarlijk. Want die kan namelijk doorgroeien tot in het oneindige. En een normale piramide die stopt ergens. Ja, dus nou ja, pas de bureaucratie is in die omgekeerde piramide ontstaan. Pas tussen er tegenaan, dan valt het niet op. Mag ik daar toch één anekdote naast zetten die dit verhaal onderstreept? Jij hebt. U noemt de Maasdonk. Ja. Ik heb er nu last. Ja? Maar ik heb er nu last. Jij hebt er gewerkt over, ja? Nee, ik heb er niet gewerkt. Oh, ja, dat weet ik maar ook. Nee, niet de voor de mensen die dat gebied niet kennen, Maasdonk bestaat eigenlijk uit drie kernen, als ik Vinkel mee reken. Vinkel, ja. En die gemeenten hebben inderdaad, dat waren zelfstandige gemeenten destijds, 20 jaar geleden. En die hebben uit verdediging inderdaad gekozen voor om samen te gaan. En het gemeentekantoor kwam in Geffen te staan. Ik woon daar in de buurt, ik woon niet in die gemeente, maar ik woon daar in de buurt. Dus je ziet wat daar gebeurt in de afgelopen 20 jaar. Al brachten ze vanuit Geffen, vanuit het kantoor, gemeentekantoor, een vrachtwagen goud naar Nuland. Daar zijn ze nog steeds mee. Om maar te illustreren dat als je de zeggenschap bij een kern weghaalt, bij een gemeenschap weghaalt, en ergens anders neerlegt, fysiek, al ben je nog zo'n democraat, de mensen zien dat toch als iets dat van buiten komt en niet van hun is. En dat beklijft het nooit. Nee. Maar het hoeft niet dus. Ik ken ook een voorbeeld in Weert, Strandrooi, ligt daar vlak bij Weert. Die mensen hebben in de gemeenschap lang gediscussieerd, wat willen wij? Willen wij bij de kleine gemeente in de buurt? Ik ken het gebied minder goed. Maar jullie komen uit Limburg, dus ik weet niet welke gemeente er vlakbij ligt. Ik dacht, dat dit een dorpje of niet? Tornop in de buurt. Gaan jullie met die andere plattelandsgemeente naar Strandrooi samen? Of ga je bij Weert? Hebben ze alles afgewogen? Alles bekeken? Waar blijven onze voorzieningen waarschijnlijk het beste in stand? Hebben ze mee gediscussieerd, hè? Met de sport of wat dan ook? Hebben ze zelfstandig gekozen? Dan willen wij bij Weert. Ja, omdat ze geen alternatief hebben voor de zeggenschap. Nee, maar... Kijk, ja. Inderdaad, hè, als je bij die grotere kern aansluit... Nou ja, dat... Wat is het beste? Nee, maar in die omstandigheden toen... He, toen je dus nog niet die discussie die nou die was er eigenlijk minder. Maar zij keken dus wat blijft van onze gemeenschap het beste overeind? Is dat met die drie andere kleine gemeenten samen of is dat samen met Weert? Maar koos dus de gemeenschap voor Weert. Had niemand verwacht van tevoren. Ja. En ik zeg ook niet dat het een goede keuze op zich is, want. Maar in feite zou je de discussie moeten hebben waar wij het over hebben. Je had dan eigenlijk verplicht dat er iets moet komen daar voor die kern wat ze zelf doen. Burgers zeggen tegen ons, ik denk dat wij dat allemaal ervaren, ik in elk geval in mijn partij wel. Burgers zeggen, het gaat niet over ons. Het zou over ons moeten gaan, maar het gaat niet over ons. Wij hebben hier geen zeggenschap in. Ik zie daar nog een vraag. En ik denk, ik kijk ook een beetje naar de tijd, dat het tijd wordt om te gaan afronden, want jullie willen altijd ook nog een beetje netwerken in de afloop van dit soort bijeenkomsten. Die gelegenheid wil ik graag bieden.
Ik denk dat we tot een afronding van de discussie moeten komen. Maar voor dringende vragen, ofwel aan dit, aan Dick, ofwel aan, aan Arthur, kunnen natuurlijk. Daar is wel ruimte. Ja, ik kan Arthur vragen. Nou, het is natuurlijk een heel verhaal en een hele, hele aanloop in de richting van een conclusie die, die volgens mij tamelijk dicht in de buurt lag van waar ik ook op uitkwam. En ik ben ook begonnen met te zeggen dat ik vind dat die, die samenwerking op die grotere schaal, dat ik niet 1, 2, 3 zie hoe dat in het, tegen het belang van die burger in zou zijn. En aan het eind heb ik geconcludeerd, mits je ervoor zorgen dat aan die basis de goede dingen gebeuren. En dat is precies hetzelfde verhaal van meneer De Kloe. Dus ik, als dat een lijn is, grootschaligheid koppelen aan kleinschaligheid, daar zit de kritische succesfactor, dan vind ik een prima conclusie. Maar daar zit hem wel de sleutel voor het succes, wat hier ook links werd, werd aangegeven. En wat is dan de missie die je op de rest van Nederland vooruit draaien. Van de Limburg, ben je op gang, hè? Ja. Iedereen is op gang en iedereen probeert. En ik denk dat er ook heel veel noties zijn, ook, ook overigens in wetenschappelijke publicaties, onderzoeksrapporten, worden overstroomd met belangrijke noties. Maar dat de kunst is om de daad bij het woord te voegen, om die praktijken te veranderen, om die culturen te veranderen, om competenties te veranderen. En ik denk dat je daar ook gewoon moet accepteren dat dat tijd kost. Oké, okay. Je had nog een vraag? Ja, het enige wat ik wil aangeven is dat in het commerciële bedrijfsleven, dat ik denk nog altijd naar klantwaarde. En klantwaarde is eigenlijk het antwoord gegeven op de vraag van, en dat zou het openbaar bestuur ook belangrijk zijn, dat eigenlijk voor het bestuur iets gaan doen, is het wordt gevraagd, zou de klant daarvoor willen betalen? En om het dan zo te zeggen, ik heb eens een keer een discussie gehad met een leidinggever bij de gemeente over hoe gaan we de kerstgratificaties verdelen. Ik zeg nou, volgens mij moeten we de kerstgratificaties vooral toedelen aan die mensen die snel worden gemist. En dat gemeente is graag niet, dat ben ik dus. En ik zeg nou, ik denk dat als we de mensen van de vuilophaaldienst en van de mensen die tegels terechtleggen bij de klachtenlijn een week lang thuis laten, dan hebben we allergie. Als het hele bestuur, inclusief de kleine kamer een week op vakantie gaat, dan gaan we een stuk beter, want dan wordt iemand werk gehouden. Oftewel, misschien zouden we ook naast van de salarisschalen een onderzoek moeten maken dat die ambtenaren, die mensen die ook daadwerkelijk het meest effectief dienstbaar zijn, functioneel aan de samenleving, beter worden gehonoreerd dan de mensen die alleen lopen regelen en chaos maken. Ja, oké. Interessante, laatste interessante discussie. Ja. Zo heb ik een directeur van de sociale werkvoorziening ooit horen zeggen dat als ze betaald zou worden naar de gevoelswaarde die mensen hebben in plaats van naar de prestatie die ze leveren, dat dan de mensen uit de sociale werkvoorziening ongelooflijk rijk zouden zijn en de rest verrekte arm. Oké, ik denk dat we daarmee gekomen zijn aan het eind, van een hele boeiende dag. Ik heb bij de uitnodiging, er stond bovenaan de decentralisatieparadox. Ik heb dat in zoverre wat afgezwakt door in de tekst daar een vraagtekentje achter te zetten. Van is er sprake van een paradox? Uit de verhalen die we vandaag begrepen of gehoord hebben, in ieder geval zeggen van Arthur, die is inderdaad begonnen met de mededeling van ja, mensen begrijpen het allemaal best dat het zo moet. Alleen voordat het geland is en tussen de oren zit en in het hart zit en deel uitmaakt van onze cultuur, moet er nog wel het een en het ander gebeuren. Daar heeft het verhaal van Dick enorm goed op aangesloten. Ik ben hem ook heel dankbaar voor de manier waarop hij toch nog eens heeft laten zien hoe dat proces op het ogenblik loopt. Waar de zwakte zit, maar ook waar de sterke kanten daarvan zitten. De conclusie is zojuist door jullie zelf getrokken. Namelijk zorg dat in ieder geval aan die basis mensen betrokken blijven. En ik denk dat het een opdracht voor iedereen is, in ieder geval ook voor de mensen die vanuit het netwerk Tiel bijdrage leveren aan het openbaar bestuur, om daar om dat verder uit te venten en daar ook zelf een bijdrage aan te leveren. Ik wil jullie alle twee heel hartelijk bedanken voor die bijdrage. Ik heb een tasje. En dan kom ik zoals gebruikelijk in ieder geval
met een paar heel ongezellige enveloppen. Gaat hier alsjeblieft. Zoals gezegd, ik vind enveloppen altijd heel ongezellig. Dus ik heb jullie in dit geval ook nog iets bij meegenomen waar je wellicht bij het drinken ervan verdere inspiratie uit kan opdoen. Niet alleen voor het openbaar bestuur, maar misschien ook gewoon voor andere gezellige dingen. Hartelijk dank. Heel hartelijk dank.